op een gegeven moment moesten we allemaal rennen naar buiten. We liepen de deur uit en je kijkt naar links. Eén grote vuurzee. En vervolgens moesten we alleen maar lopen, lopen, lopen. Ik denk dat we 2 uur in de hitte gelopen hebben. Tot we op een veilige plek kwamen. En uiteindelijk hebben we vanaf een uur of 4 tot een uur of 12 gewacht op een bus die ons naar een hotel zou brengen. Waar wij dachten van dan krijgen we een kamer, dat we kunnen opfrissen en slapen. Uiteindelijk hebben we in een opbergkast geslapen. Op stoelen, op de grond. Mensen sliepen buiten. Alle hotels in de omgeving zitten vol. Dus wij hangen hier op het vliegveld. We kunnen geen kant uit nu. Wij kunnen geen kant op, nee. Bedankt voor het kijken. En wil je meer video's zien van RTL Nieuws? Download dan onze app of ga naar www.rtlnieuws.nl.